20 concrete per minuut. Meer dan de 15 die we hadden. Nog niet om dit volledig te laten draaien, maar dat is het begin. Natuurlijk wel die andere stroom geven, maar anders gaat hij natuurlijk niks doen. Die zit vol. Ging dat valse Pokémon's lijken, maar Shadow Jet, de Pokémon van Dragon Quest niet. 80 als je die nog kent. Ik ken Dragon Quest wel. Maar daar kan Nintendo het niet op gooien. Want we hebben inderdaad meerdere games waar de Pokémon weer vanaf komen. Ubisoft willen de investors het roer omgooien, dus dat kan wel eens een goede van ons komen. Ik heb nog helemaal licht getrokken omdat ik die backlog van concreet kan doen. Dat is niet erg. Dus uit op 30 concrete per minuut. Achter 60, dat is goed. Uit
Express concrete per minuut. Blijven voor dat. We zien hoe de haas voorlopig op Canada is op IA op mis. Dat klopt. Er zijn wel flink wat veranderingen aangekondigd. Hè? Ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Met betrekking tot de nieuwe Assassin's Creed in ieder geval. Buiten dat ze iedereen die order geriefd hebben gegeven. Als ze dat nu van de grond krijgen. Kan het wel eens zijn dat dat beter gaat worden voor de gamesindustrie. Ik mag vergeten die andere mee te pakken. Oké. Okay. Waar het op neerkomt. Alle pre-orders van Assassin's Creed Shadows zijn geriefund voor iedereen. Is wel uitgesteld naar volgend jaar, naar februari, tot op heden. Season Pass verdwijnt, Early Access verdwijnt, komt terug naar Steam. Alle Ubisoft games trouwens. Met andere woorden, heb je niet meer die 3 dagen Early Access plus Season Pass dat €40 extra kost, dat stuk. Weer gewoon lekker singleplayer games maken, zo gezegd. We zien natuurlijk het succes van uiteindelijk CD Projekt Red met Cyberpunk toen het eenmaal gefixt was. En het succes van Baldur's Gate 3. Ja, ik denk dat dat ook nog gaat veranderen, dat hele Destiny verhaal. Sony is een beetje een puinhoop van het maken op het moment. En volgens mij ook aan krabben waar ze geen jeuk hebben. Concord ligt helemaal op zijn gat. De stekker uitgetrokken. Maar ja, we gaan ook nog een hooi op gaan blazen. Ik zag wel even weg. Dus maar. Opleggen. Door. Door. Oké. Is onder beest. Was
ook even weg. Ach, zo. Ja. We hum a simple melody into the effigy, yet we hear no harmony. It covers the temple in bones and organs and limbs, yet ignores our bleeding wounds. Scripture is needed. Consume. A familiar pattern is emerging in your brain. Please assess yourself for signs of concussion. If necessary, a replacement pioneer will be dispatched. Work must continue. Replacement delivery schedule estimate. Error, years. Moet verrekenen. Ik heb dadelijk op u gehad. Op daarna met. Oh ja, hier hadden we die boulder. Maar dan kom ik weer hieruit waar die grote bol was. Nou, dat is geen meerwaarde. Beneden zetten. Pijp toelie. Goed te zien. Ik nergens. Oké. Oh, daar is Samuel. Oh ja. Oeh. Through the window and witness the threat. Ow. Ah, daar ben jij. Daar was jij. Erf. Een pocket beest. The strange alien matter, colloquially known as SAM, seems to be in its dormant crystalline state, meaning it won't break down your body into its base atomic components on touch. This living matter is extremely versatile and has countless applications. Research it in the MAM to establish locally appropriate classification and application, as well as a secure method of awakening. Ik moet even kunnen pakken hierboven. Ik heb geen idee wat dit uitkomt dan.
Maar je wel meteen als dat kan. Oh, oh ja. Even vergeten. Want je zijn niet lief. Opblazen, Ibla. Ja, dus. Kan ik niet opblazen. Sterf. Best ik ben benieuwd hoor. Groot een exit zit. Dan meteen stroom meepakken. Ook dat we dadelijk nog wel meer omgekeken komen. Als we ergens uitkomen, nou, in ieder geval kleine spinnetje. Als die andere kleine adder. Een keer, daar ben je. Hier. Uiteindelijk komen we ergens boven grond. Ik weet alleen nog niet waar. En dan is de belt maar lang om een beetje rotzooi te zijn. Ballen schiet. Lijkt me sterk hier. Kleine spinnetjes. Dat wordt lastig, dat kan ik denk ik niet door. Ik wil niet werken met reloaden. Ver genoeg. Eerst geen dode boy. Au. Oh, ik kan wel opblazen. Oké. Okay. Het gaat wel even duren voordat we hier doorheen zijn waarschijnlijk. Ik denk geleerd dat we die op kunnen blazen, want dat wist ik niet. Eerst reloaden gooi. Daar is een uitgang. Oké. Okay. Nou, nou terug.
Nou ja, verder. Eén wel. Niet terug uit. Huisjes aan het verslijten. Geen open. Grafische glitch staat daar nog zit of er zit ergens wat muur of zo wat ik nog niet te pakken heb gehad. Poison. Dubbelklikken muis. Meer? Uitgang, dan komen we hieruit. Oh, maar nog eens. En. Eén zelfs. Ja, jij klein aardig. Hier kijkt wat aan, want ik nooit redden met een bel die kant op. Technisch wel een mol. Oh, hier zit ook ergens wat. Ah, bijna. Oh, nog één. Allebei. Ik wil even meepakken. Ik snap nog steeds niks van het spel. Kijk, hier. Perfect. In principe is 3D Factorio, makkelijk gezegd. Je begint eigenlijk met niks, je landt op een... Waar ben jij?
Oh, daar ben je. Niet meer. Daar ben je. Mijn neus. Dus je landt op een alien planeet. En daar moet je eigenlijk een fabriek bouwen, zo gezegd. Eigenlijk te voorbereiden voor een kolonisatie, daar komt eigenlijk enigszins op neer. En dan zonder het hele zuurstof en eetgedoe. Eten doe je alleen als je damage hebt gekregen. Iron plates. En dan gaan we maar even gewoon verder met boom. Ik wacht dadelijk. Goed. En ik mag mooi daarop aangesloten worden. Even kijken, deze kolenmijn. Heeft jij. Deze belt in ieder geval deze kant in brengen. Ja, maar je fireball. Gaan we dit dus ook opruimen? Is een beetje doen. Maar alles wat ik nou wel op kan blazen, is toch opgeblazen. Live langzaam regenen. Je zit er bijna 800 van. Oké. Uit zo. Deze krijg